schuilen voor code oranje. En hier zijn we, de treinen reden nog. Leuk dat jullie er zijn. Ik ben Raoul, ik heb wat vrienden meegenomen en wij gaan wat nummers voor jullie spelen. Ik hoop dat jullie een leuke middag hebben. Dit is geld genoeg. Heb ze oma maar mijn pinpas meegegeven. Telefoon vast in mijn hand, kom ik diezelfde jongens tegen. Voor ik het wist was mijn mobiel ook verdwenen. Weet je wat het is, het doet me niet zoveel. De pakken zijn op maat gemaakt. Terug
terug bij de kamer, dat we samen mogen blij en gelukkig waren. En ik zei me de buit. Is er één volwassen, is er dan Penny? Maar ik verdien het ook te pikken dat ze me zo laat stikken. Want dat doen ze, ze laten me gewoon stikken. En ik zit hier met een gebakken peren. Maar dat hoeft het voor mij niet meer, hoor. Oh, de zon is steeds was nog één. Naar de lucht kunnen we niet terug. Dat we samen mogen blij en gelukkig. Makkelijk zou blijf dan lekker verder dromen. Ik vermaak me prima hier. De zon is heen, was nog heen. Aan de lucht kunnen we niet terug. De pijn dat we samen nog blijven gelukkig. Maar ik moet het verkeerd. Alle dagen dat we dit wel vonden. Voor allen bij elkaar niet te hadden gevonden. Als je dan verwacht dat het makkelijk zou zijn. Twee weken geleden is mijn debuut-EP uitgekomen. Welkom in de wereld. Die is nu te verkrijgen daar zometeen achter bij de koffie. Waar je de koffie vandaan haalt, kan je ook de EP scoren. Voor nog geen 10 euro. 9,99. Dit volgende liedje staat er ook op. Dit is Geef de Maat. Geef hem nog een kans van slagen.
straks nog langs, geef je weer hoop. Jij en ik weten precies hoe het dan loopt. We hebben geen haast, doe rustig aan. Je kent ons langer dan vandaag. Geef het een maand, is het weer aan. Dat is precies het gevaar. Van me houdt, krijg ik het weer benauwd. Want één keer is het genoeg, één keer is het voldoende. Laat het volging maken, geef het dan de kans aan ons slagen. Eén keer is het genoeg, één keer is het voldoende. Ik heb een gastartiest meegenomen. Mag ik hem wel een applaus voor Wiebe Eijhuizen, a.k.a. Maestro Piquet. De wereld aan kunnen op halve kracht. Maar nu zie ik veranderd gedrag.
En dat gaat niet zomaar van de een op de andere dag. Vragen werd zeuren, zeuren werd klagen. Klagen werd slaan met de deuren. En slaan met de deuren werd, zou je me met rust willen laten? Dat hebben we laten gebeuren, samen. En de vraag waar ging het verkeerd is te laat. Nu kunnen jij en ik niet meer terug naar. Jij en ik kunnen niet opnieuw vanaf daar. Want tijd is inrichtingsverkeer. Ja. Terug naar hoe het was, kon ik maar terug naar hoe het was. Kon ik maar terug naar, kon ik maar terug naar hoe het was. Want tijd is inrichtingsverkeer. Ja. Terug naar hoe het was, kon ik maar terug naar hoe het was. Want tijd is inrichtingsverkeer. Zo, zijn er hier mensen in de zaal die heel erg van reizen houden? Heel vaak op weg gaan en dan ook echt een soort drang in hun lijf hebben dat ze één keer in de zoveel tijd de hort op moeten. Gewoon uit dit regenachtige kleine landje ergens naar Oosten, Vietnam. Of helemaal naar Australië of zo. Dit volgende liedje is niet voor die mensen. Ik heb namelijk dat helemaal niet. Ik ben heel erg blij met mijn twee-kamer appartementje in Haarlem. En ik heb best wel een kleine wereld, maar wel een hele fijne wereld. En ik heb daar een liedje over geschreven. Het is klein, maar fijn. Ready? Yes! Waar ik nog nooit van had gehoord, maar hij stond bovenaan de appie-app. Jammer dat je bij mij alleen een appie hebt. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk best wel avontuurlijk ben. Ik ga ook vaak naar plekken die ik eigenlijk niet ken. Zo wilde ik laatst naar Oost-Rollendam. Maar weet je waar ik achter kwam? Dat je daar dus met de trein niet naartoe kan. Ik ben de laatste tijd behoorlijk creatief. In een goede nieuwe moed en dat biedt weer perspectief. Want daarvoor was ik nog depressief. En niet echt bepaald assertief, maar impulsief, explosief, agressief en destructief. Soms word ik overdonderd door een onbekend gevoel. En dan blijf ik in mijn bed met mijn hoofd onder de deken. En dan doe ik net alsof ik ben vergeten dat de wereld misschien groter is dan ik toen durf te geven. Thank you.
Alright, dank u, dank u, dank u. En mag ik ook een waanzinnig applaus voor Auke Haaksma op de bas. Liedje eigenlijk op de plaat, gaan we naar het kleinste liedje van vandaag. Deze staat er nog niet op.
ga, ik laat je gaan, alsof morgen niet bestaat. Ik hou me groot, terwijl je al loopt. Als ik je mis, kijk ik omhoog. Als het leven niet meer lukt, zal ik naast je blijven staan. Met mijn armen om je heen, ben je ver bij mij vandaan. Zo ver bij mij Zijn jullie stil? Wat mooi. Dank jullie wel. Het is echt heel leuk om voor jullie te spelen. En leuk om hier weer te staan. In april stonden we hier ook. Ik zie wat bekende gezichten inderdaad. Dat was in april, ja. Vorig jaar nog. Niet normaal. Wat ook niet normaal is, is dat 2 weken terug tijdens de release was het strand weer. En nu is het code oranje. En toch is het zo vol. En gezellig. En warm, ook okay. Ja. Wiebe, heb je zin om nog een liedje mee te doen? Ja. Mag ik nog 1 keer een waanzinnig applaus voor Maestro Mikael, dames en heren? Check. Hij doet het nog. Hij doet het nog. Wij zaten, wat was het? Eind vorig jaar? Ja. Zaten we in mijn studiootje in Haarlem, zaten we een beetje te schrijven. Voor, eigenlijk kon ik maar terug, gingen we de laatste opnames maken. Toen zei ik, ik heb nog wel een ander tekst waar we misschien wat mee kunnen. En daar is het volgende liedje uit ontstaan. Dit is Als het eng wordt.
ik heb geen toverdrank. Maar ik beloof dat ik naar je toe kom als ik kan. De muur is zo hoog. Kamers moet af en toe gelukt worden. Bij mij kun je je dekking laten zakken, zonder van tevoren een masker op te plakken. Ik ben er niet op uit om je te pakken op een zwak. Laat staan om je te klappen. En jij ervaart dingen anders dan dat ik dat doe. Maar brein, kijk en invalshoek. En ik voel nooit wat jij van binnen voelt. Maar als je zegt wat er speelt, is het begin al goed, toch? Misschien zien we samen in problemen juist weer kansen. Willen beren op de weg, alleen maar met ons dansen zien. Het huis van de stoot achter de boot bij het najagen van je droom. Laatste nummer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie het zo leuk vonden zelf dat je een EP'tje wil kopen straks daarachter bij de koffieautomaat. Ik heb een pen bij me, dus ik kan hem zelfs laten signeren door iedereen hier op het podium. Want, oh ja, en Wessel is jarig. Ik koop er eentje voor hem. Dit is de gelijknamige single en dit is Welkom in de Wereld. Fijn dag. Kunnen weten dat ze jou niet kon vergeven, want je bent geen held en je denkt alleen maar aan jezelf. Doe je best eens voor een ander, dan zul je zien dat dat verandert. Denk je nou echt dat het om jou gaat? Wat dan jezelf? Welkom in de wereld waar niet alles om jou draait. Als je rekening kon houden met degene die naast je ligt. Maar misschien is het te laat om te denken dat het overgaat. Je maakt niet uit wat we proberen, je gaat het toch weer nooit leren. Denk je nou echt dat je ons hebt gelukt? Wat dan jezelf? Waar niet alles om jou draait, op een plek waar je niet op komt, blijft op de
Evelien, Wessel van Dursen, Birthday Boy en mijn snoepje, dames en heren. Mijn naam is Raoul, dank jullie wel. Cheers. Yeah.